Ja, mijn trap die staat daar nog steeds. Nee, andere kant op. En dat zie je aan de buitenkant. Leuk, hè? Ja, we doen ons best, zeg maar. Ja, lieve vrienden, het is alweer dinsdag 6 oktober en we leven om 14:36, dus het is alweer 2:30 geweest. Ja, mijn trap die staat daar nog steeds. Nee, andere kant op. Die, ja, dat is mijn keukentrap van hoeveel treden? 1, 2, 3, 4, 5 treden hoog. Vanwege de raamlappen, want de tuindeur zelf is wel aan de binnenkant gelapt, maar het bovenraampje moet nog en het grote raam moet nog. En dat bestaat ook uit 4 delen en dan wil ik ook een schone vitrage hebben hangen en dan komt er hetzelfde dan wat daar hangt. Ja, maar in ieder geval, ik wens jullie van harte welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ik heb vandaag al een bezoek gehad, ja, het kopje staat hier nog, van een man, ja. Maar dat was een werkman hoor, ja. Dat was van de onderhoud die we 1 keer in het jaar krijgen. En inderdaad, hij ontlucht ook de kachel, hè. Ja, doet hij ook voor mij, hoef ik dus niet te doen, Karin, nee. En 1 keer in het jaar is genoeg en dat heeft niks te maken met je stookkosten, nee. Gewoon 1 keer in het jaar luchten, deed jouw vader en ik vroeger ook in onze koopwoning die we toen destijds hadden. Ja, en nou wordt het gedaan voor mij, dus ik hoef dat zelf niet te doen. Dat zit bij de onderhoud in, ja. En dat kan gewoon alleen nog bij de ketel, hoef je niet eens bij de kachels te doen, nee. Wel als je het lucht hoort circuleren, hoe zeg je dat? Ik hoop dat ik het goed zeg, maar ja, doet er even niet toe. Als je dat hoort, ja, dan moet ook bij de kachels. Maar zolang je dat gebubbel enzovoort niet hoort, hoeft dat niet. Ja, vannacht hoorde ik gebubbel. Ik zat op de wc en toen hoorde ik boven gebubbel in de douche. Ik dacht, wat is dit dan? Dus ik was klaar en ik ga naar boven. En mijn putje helemaal nat. Dus dat putje in de douche, die kon het niet eens niet verwerken dat het voor regen viel. Dat was ook voor het eerst in al die jaren dat we hier wonen. Ja. Maar in ieder geval, dat heeft hij doorgegeven. Ook is er een latje verrot en dat wordt ook vervangen. Dat heeft hij ook al doorgegeven, dus komt allemaal wel weer goed. Ja, en dan ga ik eventjes weer lopen, want ja, Sandra Urban, die kan ook weer komen. En die heeft gisteren al via Wat is App de Zodemieter gekregen per telefoon. Dus ja, ze zei al sorry. Ze gaf eerst hun de schuld, die dierenarts. Nee, jij hebt verkeerd gekeken. Maar oké, en dan moet ik nog de borstonderzoek bellen. Maar ik ga eerst met Rijke uit en daarna zal ik even een telefoontje gaan plegen voor die borstonderzoek. Maar ik ga er toch echt mee dat rood weer er niet heen, hè? Dat kan je vergeten. Simpel. Oh, ik denk wat gebeurt daar geworden wat. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, geniet ze. Ga ik ook doen. Enkel, ja, het is slecht weer. Het is momenteel gelukkig even droog, maar voor hoe lang? Vraag ik me af. Dus ik zou zeggen, tot straks maar weer. Doei! Genieten, hè? Zo, lieve vrienden, ik heb het netjes en klaar. Ik zie enkel dat er alweer een plooi verkeerd hangt. Nou, dan gaan we dat samen even weer goed doen. Ja, dat die mooie schone vitrage. Ja. Ik ben er weer blij mee. Ramen keurig netjes gelapt. Helemaal weer tevreden ermee. Ja. Hé, Rijke? Ja, nou. Zij denkt ook van, bekijk het even. Hé? Ja. Bekijk het maar, denkt ze.
Ja, dat, nou ja, en ja, ook al Halloween, hè, bloedhanden erop, ja, ja. En spinnetjes. Ja, nou, en dat zie je aan de buitenkant. Leuk, hè? Ja, we doen ons best, zeg maar. En meer dan dat kunnen we niet doen. Nee, toch? Nee, helemaal niet. Dus dat komt allemaal wel goed. Ik ben op... Oké. Oh. Zo. Nou, ook weer klaar. En dan ga ik... ben bezig weer met een vlog. Ik ben nog aan het begin, maar het is een klein vlogje wat er komen gaat. En, ach ja, we zien wel hoe dat ruilt en zeilt. Ik had iets verder kunnen wissen, maar Karin die belde tussendoor. Dus ja, dan staat het weer stil en je moet je hoofd erbij houden. Ik denk, nou, laat ik dan ook gelijk eerst even jullie er weer bij pakken. Want dan kan ik het allemaal in één keer goed doen. Dus ja, het is enkel daar nog. Maar het staat keurig netjes in elkaar. En het komt allemaal goed. Ja, ik weet ook niet wat ik eet. Nee. Ik weet het nog niet. Maar ja, maakt ook niet uit. Mijn diertjes gaan voor. Heel even, meisje. Hey. Hallo, kind. Hey, morgen naar oma Dok. Ja, gaan we naar oma dokter toe. Ja. Morgen naar oma dokter toe. Hé? Hey. Wat voor dikkie. Hopie. Hé? Maar ja, ze wil niet verder aankomen dan ja, maar een klein beetje. Ik hoop dat de medicijnen aanslaat. Daar heb ik geen verstand van. En die dokter wel. Dus ja, gaan we morgen erheen. En ik moet er om 12 uur wezen. Dus het komt allemaal goed. En dan komt morgenmiddag, komt meneer Jack van Zerlo, Jack Pater, ja. Nou, en vanavond komt Sandra, dus ja, hoe laat weten we niet. Maar ik schrok net, ik kreeg wat van Karin te horen. Er is er eentje van goede tijden, slechte tijden, die heeft corona. Dus corona, de goede tijden, slechte tijden, die stopt weer voorlopig. En zouden weer doorgaan naar de herfstvakantie, geloof ik. Weet ik veel. Maar ja, we zitten toch nog in die dingen van... Nog voor de corona. Dus hoe en wat? Ik weet het niet. Nee. Hi, meisje. Hi. Maar dat wachten we het wel af. Ze blijven dus wel doorgaan. Maar de opnames die staan nu even gewoon stil. En na de herfstvakantie zouden ze weer doorgaan. Dus ja, hoe en wat, ik weet het niet. Ik weet ook niet wie er corona heeft. Dus we merken het wel, we horen het vanzelf. Hé, meisje. Moet het kontje nu speciaal omhoog? Hm? Een spinnenkoppie. Maar oké, lieve vrienden, ik geniet daarvan, hè. Ja, ook zo lief. Ja. Hé, daar ben ik blij mee, ja. Kleine spinnenkoppie. Maar oké, lieve vrienden, ik ga gauw weer verder met die vlog. En ik spreek jullie wel weer en zo niet. Nou ja, neem me niet kwalijk dat maar dan weer twee filmpjes zijn. Maar ook korte filmpjes tussendoor is ook wel weer fijn. Of niet dan? Ja, hoeft niet altijd van die hele lange filmpjes te zijn. En als je eens een keer een dag helemaal niks hebt, ja, oké, ik kan er ook niks aan doen. Ik ga bij wijze van spreken niet met slecht weer graag de deur uit. Wie wel? Ja, en er valt hier ook niet zoveel te beleven. En ik hoor ook niks van dat restaurantje. Ik ga er zelf maar weer eens een keer erachteraan wat hij nou wil. En dan hoor ik het wel. En dan die andere zaak, nou dat wordt pas in april. Dus ja, hoe en wat, ik weet het nog niet. Maar we merken dat wel. Ik zal dat pad ook warm blijven houden.
Maar dat andere restaurantje op het hoekje, ja, daar ga ik toch echt even ook achteraan van wat wil je nou? Wil je nou hebben dat ik wat doe voor je of hoeft dat in jouw optie niet? Want hij loopt goed hoor, daar niet van. Gelijk al. Ik denk zo, nieuw restaurantje, het loopt gelijk goed. Ik denk zo. Maar ja, het is allemaal weer die afstand, hè, weet je. Het is niet leuk meer. Nee, je kan niet gezellig bij elkaar eventjes op een terrasje zitten of wat dan ook. Ook wanneer je een bekende ziet, want dat mag weer niet. Maar hun mogen alles, hè. Ja, achterlijk gedoe. Ja, en in die kerken dan, hè? Wat vreselijk. Maar ja, dat is ook nog teruggedrongen naar 30 man. Maar dan nog, ik vind het absurd. Die kerk waar ik aan gebonden ben, die doet het ook via internet. Nou, dat kunnen hun net zo goed doen. Doe normaal. Ja, doe je gek genoeg, toch? Hé, Iwi? Ik zal een deken weer om me heen doen voor jou, ja. Qua temperatuur is niet nodig, want het is warm in huis, maar anders glijdt ze tussen mijn benen door. Nee, dat moet maar niet. Ze moet niet op de grond vallen, kleine hoopie. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Doei!